Het is geen verrassing waar we zijn. We zijn in Elburg en in de haven. De botters die liggen hier al klaar. De bottendagen zijn er namelijk. En daar ziet u de oude historische stad, de vesting Elburg. En op loopafstand van die vesting hebben we een prachtige hoekwoning te koop. Als je dit als decor hebt, waar je op loopafstand van af woont, dat is toch genieten. Op loopafstand van de supermarkten, van de voorzieningen, scholen en van het prachtige historische centrum van Elburg. Een hoekwoning met verrassend veel ruimte die instapklaar is. Op een heerlijk rustig plekje is gelegen en met de binnenstad om de hoek als het ware. We gaan u de woning laten zien. Maar geniet eerst nog even van dit prachtige decor. En die oude vesting is dus bijna op loopafstand, in ieder geval fietsafstand. En in een rustig wijkje, gebouwd half jaren 50, staat er een hoekwoning met 226 meter grond. Op een heerlijk rustig plekje, bij een speelplaats, dus een ideaal en een kindvriendelijk plekje. En een bovengemiddeld grote hoekwoning hier. Hij is aan de achterkant uitgebouwd. Een mooie hoekligging zoals ik al zei. Grond opzij, die is benut voor de zijtuin. En een uitgebouwde garage aan de zijkant die ideaal te gebruiken is als praktijkruimte. Dus als u een hobby heeft of een kantoor en huis wil beginnen, dan kan dat ideaal afzonderlijk van de hoofdentree van de woning. En binnen is de woning ook keurig verzorgd en netjes afgewerkt. Dat gaan we laten zien. Kijk maar mee. Als u de hal binnenkomt, dan valt het al direct op. Deze woning is netjes, is verzorgd. Aan alles is te zien. Nieuwe vloer, netjes afgewerkt qua wanden, plafonds. Het toilet is vernieuwd, de meterkast is helemaal vernieuwd in 2013. Dan komt u in de woonkamer en daar gaat dat gewoon weer door. Ook hier keurig netjes afgewerkt, lichte kleuren gebruikt. Een leuk sfeervol balkenplafond. En een houtkachel, die zorgen hier voor de sfeer in de woonkamer. Het rookkanaal is ook in 2013 vernieuwd. Er ligt een mooie laminaatvloer. En door de hoekligging heeft u aan bijna alle kanten wel daglichtinval. De woonkamer is in een Z-vorm. Dus u heeft hier een heerlijke zithoek met een leuk uitzicht op de hoek. En hier heeft u de keuken. Die is ook netjes voorzien van inbouwapparatuur, waaronder een oven, vaatwasser, koelkast en een 4-pits gasfornuis. Het leuke is natuurlijk dat u eigenlijk aan de keuken toch ruimte heeft voor een eethoek. En dat u daar een soort woonkeuken als het ware heeft in open verbinding met de woonkamer. En hierachter is de bijkeuken met nog verrassend veel ruimte. Die bijkeuken die bestaat eigenlijk uit een gang met ruimte voor garderobe, een achterdeur naar de veranda toe en de toegang naar de badkamer. Die was boven erg klein en doordat die nu beneden is, is er extra veel ruimte. Dus u heeft een ruime douche, een lichtbad met whirlpool en een vaste wastafel. En voor de rest is er in de bijkeuken hier ook een ruimte voor de cv-ketel. Die is in 2017 nog vernieuwd, dus een hele recente ketel. En vervolgens komt u in de garage, dat is de eigenlijke bijkeuken. Aansluiting hier ook voor een wastafel, voor ruimte voor extra koelkast, een ideale hobbyruimte of berging. En de vaste trap naar de zolderkamer, dat is natuurlijk ideaal. En dat geeft de woning de meerwaarde die u zoekt. Een extra ruimte voor uw hobby. We laten u het echt wel zien, maar het heeft wel de meerwaarde die u zoekt. En voor ik het vergeet, hier beneden is ook nog een ruime kelder vanuit de hal. Ideale provisieruimte. Als u bij deze woning geen bergruimte genoeg heeft, dan weet ik het niet meer. De woning is in 2013 dus helemaal gemoderniseerd. Strak afgewerkt, netjes. En dat zie je ook op de eerste verdieping weer terug. Een lichte afwerking. En totaal dus hier 3 slaapkamers. En de oude slaapkamer die vindt u aan de achterzijde. Voorzien van inbouwkasten. Ook hier nog een kast in. Dus een ruime slaapkamer gelegen aan de achterzijde van de woning. En aan de voorkant van de woning is nog een ruime slaapkamer. Lekkere lichte slaapkamer, ook weer met inbouwkast. Deze slaapkamer is ook aan de voorzijde voorzien van een rolluik. Aan de voorzijde daar zat de badkamer. Dat is nu een ruim toilet geworden met aansluiting ook voor de wasapparatuur. Ideaal dat u dat boven heeft. En hier aan de achterzijde de derde slaapkamer. Een hele leuke sfeervolle kinderkamer. U heeft het kunnen zien, een keurig verzorgde woning die instapklaar is. En dan is er ook nog een vliezertrap naar een grote bergzolder. Een geïsoleerde zolder ook helemaal. Wat een heerlijk huis. Een verrassend huis ook met heel veel ruimte. En ook achter de woning, opzij van de woning moet ik eigenlijk zeggen. Een heerlijke veranda, daar zitten ze al lang en veel.
de leilinden zie. Die zorgen voor de nodige privacy. En let je ook even op die garage. Ze hebben nu openstaande deuren en een zolderverdieping erboven. Onderhoudsarm afgewerkt en heel veel ruimte dus. En dat is uniek dat je zo'n verdieping boven de garage hebt hier. Wilt u meer informatie? Kijk op de website omloop33.nl. Daar vindt u meer informatie. En natuurlijk van harte welkom voor een bezichtiging van deze fantastische hulpwoning.